Hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 21 augustus. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. En mijn haar zit een beetje bobbelig. Maakt niet uit, ik ben gewoon thuis. Niemand die het ziet behalve jullie. En dat maakt me niet zo heel veel uit. Ik had het de vorige vlog al verteld. Ze zouden vandaag komen voor de afvoer. Dat is gebeurd. De keuken die loopt weer door, dus ik kan daar gewoon mijn water weer doorheen doen. Ik ben zo blij. Ik zag er best wel tegenop, want ik vind het gewoon altijd spannend om zulke soort mensen over de vloer te hebben. Het stelde niet weinig voor, hij was met een half uurtje ongeveer klaar. En dan ben ik nu zo dankbaar eigenlijk dat alles weer doorloopt en dat ik die afspraak dan toch gemaakt heb. Ondanks dat ik er dan toch zo tegenop zie. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb het de laatste tijd wel een beetje uitgesteld. Omdat ik zoiets dacht van ja, het komt wel. Maar het werd gewoon dramatisch, want elke keer moest ik mijn water naar buiten gooien. En ik was er ook wel een beetje klaar mee. Waar ik zelf, ik had het zelf geprobeerd. Als je me langer volgt, dan weet je dat. En ik was aan het klieren met die handveer natuurlijk. Nou ja, deze mensen die hebben gewoon een elektrische veer bij zich. Dat gaat op stroom. Nou ja, daar kunnen ze natuurlijk veel verder en dieper ermee in. En het is veel intenser omdat ze zelf niet hoeven te draaien. Dus in de keuken deed hij het weer. Nou, toen heeft hij ook nog even bij de douche gekeken. Want de douche die liep enkel door als het dekseltje eraf was. Dat beschermdekseltje, ja, die lag er elke keer gewoon open op. Omdat als ik die erop deed, dan liep alles over. Dan stroomde het helemaal door. En dan heb ik gewoon al een paar keer gehad dat die slaapkamer blank stond. Ook die heeft hij flink met die veer gedaan. En ook die doet het weer. Die loopt ook weer gewoon goed door. Dus ja, heel blij mee. Ja, ik moest natuurlijk even wachten, want het was tussen 12 en 2. Dus nou ja, hè, toen dan zat ik hier eigenlijk op de bank. Ik zat even een spelletje te doen. Ik dacht, nou weet je wat. Ik ga alvast beginnen met die blogpost voor vrijdag. Want ik moet toch wachten. Ik weet niet hoe laat ze er zijn. Kan ik me beter even nuttig gaan maken. Dus dat was wel lekker. Daar was ik gewoon eventjes lekker mee bezig. Nou, toen was die man er. En nou, dat is allemaal weer gelukt. Dus dat is fijn. Gisteravond heb ik gewoon gekeken naar waar gaat het over en de BNB vol liefde. Dat was allemaal weer prima. Even mijn spelletje gedaan. Toen heb ik de vlog afgemaakt. Die staat nu klaar, dus dat is fijn. Ik heb hem nu even weer op de computer gezet. Ik heb hem de laatste tijd geüpload via de harde schijf. Misschien dat daar de kinkel in de kabel zit, dat hij hem niet helemaal lekker pakt. Dus ik hoop dat het nu goed gaat. Mocht je nou toch weer ontdekken dat er problemen in zitten, laat het gerust weten. Maar ik weet eventjes niet waar het vandaan komt. Ik heb de laatste aflevering van Emily in Paris gekeken. Ja, dat is super jammer hoor. Ik denk van echt van ja, ik vind het zo jammer dat het dan eigenlijk niet gewoon doorloopt tot de laatste aflevering. Dat ik nu weer tot 12 september moet wachten. Maar ja, goed, het is niet anders. En daarna nog even zie je zij. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik even lekker mijn boek gelezen. Zat ik wel lekker hier, maar ik dacht nou laat ik maar gaan slapen. Want ja, ik moest nu natuurlijk ook een wekker omdat ik klaar moest zijn voor als ze zouden komen. En toen was ik eigenlijk al vrij ruim voor de wekker wakker. Ik heb nog een nieuwe lamp gekocht. Die wil ik jullie even laten zien. Die leek me heel erg handig. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan ga ik zometeen de boel hier even doen. De was gaat nu echt de droger in. Die heeft nu wel gewassen. En dan ga ik straks ook even dat keukenkastje schoonmaken. En gelijk de gootsteen eventjes. Dan is dat ook helemaal schoon. Dat heb ik de laatste tijd ook niet kunnen doen. Dus dan neem ik jullie daar even bij mee. Maar ik zal eerst even die lamp pakken om te laten zien. Nou, ik heb de lamp bij de Lidl besteld. Dat was namelijk een dingetje. Deze hadden ze 2 weken geleden in de folder staan. En die zag er wel heel erg handig uit. Ik wil ook nog wel eens hier bijvoorbeeld aan de kleine tafel doen. Iets met creativiteit. Bijvoorbeeld met een kaartmaker. Ik denk, ik moet hem even afmaken. Dan vind ik het fijn als ik een extra lamp heb. Dus toen zag ik deze lamp. En die vond ik er heel erg mooi uitzien. Die aanbieding ging op woensdag in. Ik was op donderdag bij de Lidl. Ze stonden er nog wel. Maar er stonden alleen nog maar dozen met wit. Ik heb nog echt op die doosje te kijken van, zit er misschien een zwartje in? Want je had hem in het wit en in het zwart. Maar er waren een paar doosjes open, dus daar kon ik inkijken. En nee, dus dat was echt dus een zwarte doos. Ik kon het eerst helemaal niet vinden, maar uiteindelijk heb ik hem gevonden. En, oh, waarom is dit weer zo'n irritante doos? Dit is hem. Het is een acculamp. Je hebt dus de zwarte variant en die onderkantjes kun je dus verwisselen. Je kunt ook je telefoon erin zetten of iets van een pen of zo. Dus laten we hem even openmaken. Maar ik moet hem eventjes open snijden, want hij zit nog dicht. De doos is open.
op een accu gaat hij op een, ja, er moet wel weer zelfs een stekkertje in. Die heb ik natuurlijk zo weer niet. En dan is dit, oh, hij doet het al. Oh, je hoeft hem alleen op te laden. Kijk, hij doet het nu al. Hij is nu al aangesprongen. Dan weet ik, oh, dit is, oh, kijk. Oh, dit is leuk. Wacht even. Je kunt hem dimmen. Ik weet niet hoe ik hem aangekregen heb, jongens. Hoe ik hem ook weer uitkrijg, weet ik ook niet meer. Dit is de lamp. Ik ga eventjes checken hoe ik dit nou deed, hoor. Want dit is wel een beetje... Hij sprong gewoon aan. Oh, kijk. Hoe zet je dit dan uit? Oké. Hier heb je twee knopjes. Dan heb je hier de lamp. En die kun je dus aandoen. Maar die kun je dus op verschillende standjes zetten. Je kunt hem ook dimmen. Kijk, hier is iets zachter. Nog zachter. En dan nog een keer, dan is die uit. En die onderkant, die heeft dus 7 verschillende kleuren. Maar dat zit dus... Oh, dan druk ik die lamp weer aan. Het zit dus in die lamp. Kijk. Rood is dit. Ja, dat gaan jullie helemaal niet zien. Paars. Hoe kan ik dit goed laten zien? Ik zal even het gordijn dicht doen. Kijken of die pakt. Het is niet het beste licht. Jullie kunnen het niet goed zien. Misschien moet ik het even laten zien vanavond als het donker is. Maar hij is nu blauw. Dit is groen. Geel. Roze. Lichtblauw, rood, paars, blauw, lichtblauw, groen, geel, roze. En dan gaat hij weer datzelfde rondje als net. Hoe vet is dit? Maar hoe krijg je dat uit? Dat is dan weer de vraag. Ik zit hier nu mee te spinnen. Ik weet ook niet hoe ik het aangekregen heb. Maar je kunt hem dus opladen met dat snoertje wat erbij zit. Wat een leuk ding, joh. Ik kon me daar niet echt een voorstelling van maken. Ik ga hem even wegzetten, jongens. Ik kon er dus niet echt een voorstelling van maken. Van hoe dit dan zat. Want er stond dus bij, ja, 7 verschillende kleuren. Maar ik dacht dat dat omhulseltje, dat je dat gewoon... Wow, hij gaat nu... Ik heb hem nu op een stand staan, dan gaat hij steeds verkleuren. Kijk, dan gaat hij vanzelf van een andere naar de andere kleur toe. Wat grappig. Nou ja, goed. Echt superleuk ding. Ik had niet in de gaten. Hij is dus normaal gesproken is dit onderkantje wit. Zoals je hier kan zien. Maar het is wel superleuk. Ik heb hier ook een bloedje. Die zal ik ook even doorlezen. Zo, ik ben klaar. Ik heb het nu wel echt onwijs warm. Ik had erbij pas een rok aan, bij dit shirtje. En er zaten wat witte vlekken in. Nou weet ik niet per definitie wat het was. Ik denk geen chloorvlekken hoor, want ik had de dop niet open gehad. Toen ging het er even met een doekje overheen. Toen zag ik het niet meer. En normaal gesproken zie je het dan eigenlijk daarna volgens mij nog steeds wel. Dus ik heb hem nu voor de zekerheid eventjes in de wasmachine gestopt. In de hoop dat het er ook echt uit is. Want ik ging er wel met een doek overheen. Want het was die zeiknat. Ik denk, nou dan moet hij maar gewoon even in de was. Ik denk zelf dat het gewoon wat poeder is van iets of zo. En dat het er wel weer uitgaat. Want anders dat hoop ik heel erg. Anders ben ik wel heel verdrietig als dat niet zo is. Maar ik heb wel lekker alles klaar. Heerlijk dat nu gewoon het water gewoon er doorheen kon. Ik heb de kast weer ingeruimd. Ik heb ze nu weer even kranten ingelegd. Want ja,
ik krijg anders die lelijke plekken er niet meer uit. Ik heb nu wel zo goed als weggekregen. Maar ja, dat komt er elke keer weer in. Dus alles zit er nu mooi weer in. Keuken eventjes helemaal goed. Ja, ook eventjes weer lekker gedaan. Eventjes gelijk ook mijn melkopschuimer afgewassen. Want ik drink nu toch geen cappuccino deze week. Dus nou, dan kan die ook weer op zijn plek als die uitgedroogd is. De was zit in de droger en alles is hier verder klaar. Dus dat is allemaal wel lekker. En het ging eigenlijk allemaal wel goed. Ik liet alleen een wasknijper achter de kast vallen. Mijn dressoir. Dus die had ik ook even naar voren gedaan. Nou, er zat ook wat stof achter. Dus daar ben ik met de stofzuiger onderheen gegaan. Ja, als jullie hadden gezien hoe het was geweest. Ik heb het niet gevlogd. Ik ging op die kast liggen en dan kon ik hem met de stofzuiger langs. Dan kreeg ik hem niet zo heel veel naar voren. Want hij is best wel zwaar. Ik krijg hem alleen niet helemaal netjes terug meer tegen de muur aan. Maar ik weet niet of hij daar ook stond. Maar hij staat in ieder geval weer naar achter. Dus ik vind het wel prima zo. Dus lekker druk geweest. Katten hebben nu lekker gegeten. Ik denk dat zo meteen die rok klaar is. Dus dan kan ik even kijken of die vlekken eruit zijn. Dus laat ik het hopen. En als ik zie of de vlekken eruit zien, dan zal ik daar nog even een update van geven. Ik ga nu zo meteen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond gewoon weer vergaderd over. En BNB vol liefde. Spelletje doen. Blogpost schrijven en dan moet ik even kijken welke serie ik nu ga uitzoeken. Want ja, Emily Paris is nu dus even afgelopen. Dus ik moet even kijken wat ik dan wil kijken. En dan ga ik CSI kijken en dan ga ik lekker slapen. Dan denk ik dat ik ook wel een beetje moe ben. Want hey, het kost dan toch weer wat meer energie als er dan zo iemand over de vloer komt. En je weet niet helemaal hoe laat. Dus dan ben ik een beetje uit mijn ritme. Maar dat komt helemaal goed. Dus ik hoop gewoon even dat ik nog lekker een deel kan lezen van mijn boek. Want die is ook wel echt super spannend. Dus daar heb ik wel zin in. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan even wat drinken en lekker in de relax. Middag op deze donderdag. Het is vandaag, eventjes kijken hoor, 22 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik zit even met muis. Mijn muis is aan het ruiken, want ik heb lipgloss op. En ze ruikt gewoon een beetje de zoete geur van die lipgloss, denk ik. Nou, ik heb mijn haar weer eens een keer gedaan in een knotje met dat toeltje wat ik vorig jaar voor mijn verjaardag heb gekocht. Dan blijft het even iets beter zitten. Vandaag is boodschappendag. En mijn coach is laat. Wanneer had ik contact met haar? Dinsdag. Appte ze mij eventjes met de vraag of ik aanstaande dinsdag kon afspreken in plaats van volgende week donderdag. Nou ja, dat is prima. Het is wel de laatste week dat zij werkt, want dan heeft ze 2 weken vakantie. En dan gaan we even naar een ander winkelcentrum. Dan kan ik ook even mijn bril recht laten zetten, want die is echt zo scheef als een hoepel. En hij zakt ook af en de pootjes zitten wat los. En dat komt nu wel mooi uit, want nu zie ik morgen natuurlijk ook Yara. En stel dat Yara nog even bij me zit, die vindt brillen heel leuk. Die begint er zo aan te trekken, dus dan is het niet zo erg. Want dan kan ik hem eigenlijk dinsdags recht laten zetten. En dan kan ik even alvast wat dingen voor mijn verjaardag ook halen. Want het duurt nog even, mijn verjaardag. Het is zondag over 2 weken ben ik jarig. En ja, dan... Ik ben dan niet fysiek dat ik boodschappen ga doen. Of er moet nog iemand zeggen van de familie van joh, we gaan wel eventjes mee. Maar anders moet ik het bestellen. Dus dat is wel fijn. Dus ik hoef nu niet heel veel te halen. Maar goed, dat duurt nog even. Dus ik denk dat ik zometeen alvast even kleding ga uitzoeken voor morgen. Want dan is dat gewoon klaar. En dat vind ik wel prettig. Dan heb ik morgen geen zoektocht. Gisteravond heb ik gewoon gekeken naar waar gaat het over. En daarna de BNB vol liefde weer. Was wel weer heel leuk. En er komen wel steeds meer verhalen naar buiten van mensen die dus toch wel ergens eerder aan mee hebben gedaan. Dat vind ik wel een beetje gekkig, maar toch. Ik moet eigenlijk nog even met de was aan de gang, want ik had gisteren die was in de droger gehad, maar ik had blijkbaar de verkeerde stand aangezet. Hij kwam er een beetje klam uit. Dus ik heb die nu even opgehangen, maar mijn slaapkamer is nu 1 grote wasbende. Dus dat wil ik eigenlijk nog eventjes doen. En nou ja, dan is het ook wel weer een keertje tijd, denk ik, dat ze er is. Want het kon 4 uur worden, het kon ook iets eerder worden. Dus ik wacht het wel eventjes rustig af.
Verder heb ik gisteravond nog even een spelletje gedaan en mijn blogpost geschreven. Ik begin mijn stem een beetje te verliezen. En heb ik een nieuwe serie gezocht. Man in Full, die had ik al een keertje opgeslagen dat ik die wilde zien. Die ben ik nu begonnen. En ja, ik weet nu niet zo heel goed wat ik ervan vind. Het gaat over een zakenman die weet ik hoeveel geld aan schulden heeft. Dus dat klinkt allemaal niet zo heel erg goed. Maar het was op zich, ik ben wel benieuwd om door te kijken. Het is een miniserie. En morgen start er ook wel een hele mooie serie, althans lijkt me. Maar goed, dan kan ik die eventueel daarna kijken. En nog even CSI, toen ben ik naar bed gegaan. Ik had alleen heel erg last van mijn buik steeds. Gewoon de spanning van gisteren dat ze kwamen voor die afvoer. Wat echt fantastisch werkt, want zoals gisteren ook. Dan heb ik de airfryer gebruikt, die heb ik in water neergezet. Die gooi ik leeg en het is klaar, dus dat is wel heel erg fijn. En ik heb daardoor ook wel beter geslapen, dat ik nu weet dat het opgelost is. Maar ik had net weer een wesp in de keuken. Het was een hele dikke en ik hoorde hem al wel een beetje zoemen. En in één keer echt zo'n dikke, die was naar binnen. En die zat eerst op mijn kast en daar wilde ik natuurlijk niet op meppen. Maar toen ik ook de vliegenmepper had gepakt, was die natuurlijk alweer weg. Dus ik bleef echt een beetje op een afstandje staan. Toen ging die op de airfryer zitten, daar wilde ik uiteraard ook niet op meppen. Maar toen ging die zitten op mijn aanrecht en daar durfde ik hem wel op dood te slaan. Dus dat is gelukt, maar ik durfde hem daarna niet op te pakken. Dus ik ben echt aan bezig geweest dat hij op een vliegenmepper kwam. Want ze zeggen dat als je een wesp oppakt en dat je hem doodgeslagen hebt, dat hij nog kan prikken. Hè? Nou, dat was ik gewoon heel erg bang voor. Dus ik durfde hem eigenlijk niet op te pakken. Maar het is allemaal gelukt. Ik ga nu even stofzuigen. Ik neem jullie straks nog wel even mee met boodschappen doen. Het zal niet heel spannend worden. Maar nou, ga ik gewoon eventjes doen. En dan, dan ga ik nu nog even wat klusjes doen. Dus dat ga ik nu gewoon eventjes doen. En dan zie ik jullie sowieso weer als ik weer thuis ben van de boodschappen. Zo, ik ben terug van de boodschappen. Die zal ik eventjes laten zien. En dan vind ik het heel mooi geweest. Ik ben moe. Ga ik douchen en lekker straks eten. En dan ga ik een bakje op. Ik heb shawarma met paprika. Dat ga ik zondag dan eten. En dan kan een groot deel van in de vriezer, want het is een heel groot pak. Flesje cola. Twee keer kattenvoer. Ik heb wel het gelei gedaan. Het was nog 2 voor 7 euro bij de bodem. En we hebben het niet in saus. Het is niet zo uitgebreid. Een zakje met de krat. Haricot verts. Dan heb ik nog 2 van deze meegenomen. Het zijn eigenlijk voor ijsblokjes. Maar het leek me ook wel leuk om hier ook chocolaatjes mee te maken. Dan heb ik een leuk shirtje nog gekocht. Met een... aan de achterkant een openingetje. Nog wel leuk voor de zomer. Er komen toch nog wat mooie dagen aan. Ik heb ook een witte. Die is dan net iets anders. Dit is meer een hemdje met van die rougemoutjes. Nou, dan heb ik nog zo'n kattenvoer. Ik zei al, 2 voor 7, hè. Weer een pak wc-papier. Want ik weet niet hoe het nu straks zit met de boodschap. Of dat ik moet gaan bestellen of wat dan ook. Ik heb al die alvast bier gehaald voor mijn verjaardag. Het was nu in de aanbieding, dus ik dacht, nou, prima. Nog een flesje cola. Chocomelk. Even wat slavinken alvast in voorraad, want die vind ik altijd heel lekker. En ik weet dus niet hoe het volgende week, hoe het dan zit. Dus die. Toetjes. Een beetje koffiemelk.
En straks lekker een snippertje, hoef ik verder ook niet te koken of zo. Gewoon heel makkelijk. Ik ben gewoon heel moe. Het was heel druk. En bonen. Oh, ik wil er een uit. Ja, ik vind het een drama. Bij de plus heb je alleen van die papieren zakken. En op zich, ik snap het, want het is goed. Maar aan de andere kant, het werkt voor gemeten en eventjes van dat citroensap. Ik ga dit even opruimen. En dan ga ik lekker onder de douche. En dan eten. En dan ga ik gewoon weer naar... Waar gaat het over? En de BNB Vol Liefde kijken. Nog even een spelletje doen. Ga ik mijn video vast in elkaar zetten voor zaterdag. Dat alles klaar staat. Want ik weet niet of ik morgen nog ergens aan toe kom. En ik probeer die blogpost af te maken. Dus alleen even nog de foto's invoegen. Want schrijven is helemaal klaar. Dat heb ik gisteravond nog afgekregen. En dan ga ik mijn Netflix serie kijken. Even zie je zijn. Dan ga ik lekker naar bed toe. Mijn boek lezen. En dan ga ik slapen. Want morgen word ik weer een beetje op tijd opgehaald. Maar goed, dat zien we man. Morgen allemaal wel weer. Ik ben nu gewoon vrij moe. Veel prikkels, het was druk, dus ik heb een beetje hoofdpijn gewoon. Dus ik ga dat nu eventjes doen en ik zie jullie dan ook gewoon morgen. Want ja, ik heb weer genoeg gedaan voor nu eventjes. Al lijkt dat voor jullie misschien niet zo, maar ik ben ook met de was bezig geweest en zo voordat mijn coach kwam. Dus ik heb echt wel het een en ander gedaan. En ja, het kost gewoon even energie. Dus goed, dat ga ik nu doen en ik zie jullie dan gewoon morgen. Goedemorgen, het is vandaag 23 augustus, het is vrijdag. Ik ga hem even klaarmaken. Ik kreeg gisteren heel veel reacties in de vlog dat jullie het leuk vonden om te zien. Dus nou, doe ik even, druppels in mijn ogen. Het zijn hooikoortsdruppels. Het heeft er gewoon meer mee te maken van, ja, ik nu een beetje een lange dag weg ben. Nou ja, ik heb vanavond dus een feestje en ik ga dan... vanmiddag bij mijn moeder. Spelen met de kindjes. En ik moet nog eventjes met Nathalie weg. Dus even nog een cadeautje kopen. En ik had aan haar gevraagd van, ja, wat ga jij doen? Hoe, ik weet het eigenlijk nog niet, zei ze. Toen zei ze van, nou kunnen we misschien even samen wat halen. Dat is wel een leuk idee, want ik wist het ook niet. Mijn moeder zit er dan net tegen weer even wat andere winkels, zeg maar, als... ja, die ik heb, want ik heb niet zo heel veel keus. Dus dat gaan we even doen. Ik was gisteren echt heel erg moe hoor, net boodschappen doen. Ja, ik zei al, hè, het was druk, veel prikkels en dat soort dingen. Dus ja, dan merk je gewoon dat ik wat vermoeider was. Dus ik heb even de boodschappen naar boven gebracht. En toen ben ik nog even gaan zitten, eten gaan maken. Ik had gisteravond twee schermen, Ajax moest ook. Die moesten tegen een Poolse club. En die hebben ze gewonnen, 1-4. Ze moesten uit, het weekend hoeven ze niet. Ik weet niet waarom dat is, maar volgende week is het weer de derby. Dus dan moeten ze tegen Feyenoord. En dan eerst nog weer volgende week donderdag. Dus nou ja, dat was prima. Verder heb ik gewoon gekeken naar waar gaat het over. En de BNB Vol Liefde was ook alweer ja, leuk eigenlijk. Verbaasde me weer zo echt. Je hebt wel Albert. Albert die woont op een soort kasteel. En die heeft dus nog vrij jonge kinderen. Hij is zelf in de 60, maar hij heeft altijd wat jongere partners gehad. Dus hij heeft nog vrij jonge kinderen. En nu gingen er twee dames die gingen weg. Eentje die ging weg vanwege... haar moeder, want die, dat ging niet zo goed. Maar die had wel de intentie om weer terug te komen. En de ander, die, ja, die had zoiets, het wordt toch niks tussen ons. Dus hij had besloten om ook even naar Nederland te gaan, naar zijn kinderen. Ja, en op dat moment komt er dus gewoon een nieuwe dame voor hem. En hij zegt ook gewoon doodleuk, ja, ik ga naar Nederland, dus je kan hier gewoon een paar dagen blijven. Ik dacht echt, nou, ik had toch meteen rechtsom een keer gemaakt... Als ik die vrouw was geweest, ik was gelijk teruggegaan. Ik had echt zoiets gehad van, nou, dat pik ik niet. Maar goed, ze vonden het blijkbaar allemaal prima. En ze vonden het al gelijk een leuke interactie die ze hadden. Ze hebben elkaar 10 minuten gesproken of zo. Ik dacht echt, nou, ik snap het niet. Maar goed, ik kan er nu nog niet met mijn moeder over praten. Mijn moeder die kijkt normaal ook, maar gisteravond bleef Nathalie daar. Dus toen heeft ze niet gekeken. Want hun kijken momenteel oogappels.
op aanraden van mij. Van, ja, dat is echt een aanrader. Dus ik vind het hartstikke leuk. Dus nou ja, dat ik heb de video klaar gekregen. Die staat ook al ingepland. Ja, en ik wilde ook mijn blogpost klaar krijgen. En dat is helaas nog niet gelukt. Dus ja, wie weet, mocht ik nog een beetje op tijd terug zijn, dat ik er nog eventjes wat aan ga doen. Ja, en anders komt hij gewoon weer later online, want het lukt hij gewoon niet meer. En toen ben ik lekker een serie gaan kijken en toen ben ik naar bed gegaan. Eerst dus heb ik een Man in Full gekeken en daarna nog even CSI. En toen ben ik lekker naar bed gegaan, nog even mijn boek gelezen. Ik heb mijn boek uitgelezen. Ik heb ook nog een nieuw boek gestart. Dus ja, uiteindelijk vond ik het boek wel heel leuk. In het begin ook echt zoiets van, ik weet het niet. Maar uiteindelijk vond ik hem wel heel leuk. Dus nou ja, dat was allemaal weer prima. En toen werd ik ook letterlijk wakker van de wekker. Dus ik was wel diep in slaap. Ik heb zo'n amandelsteentje in mijn keel. Ik weet niet of mensen dat kennen. Het is een soort van wittig brokje. Die gaat dan in je keel hangen. En daar heb je last van na het slapen. En die zijn er heel moeilijk uit te krijgen. En dat heb ik eigenlijk al vanaf dat ik kind ben. Het is ook blijkbaar waarschijnlijk niks ernstigs te zijn. Maar het is wel heel vervelend. Ik ga mezelf even verder klaarmaken. En ja, ik kijk wel even waar ik jullie bij mee kan nemen vandaag. Ik weet niet hoeveel ik kan filmen. Dus nou ja, dat gaan jullie wel zien vandaag. Dus nou ja, dat is voor nu dan eventjes de planning. Ik heb een timerklok gezet hier. Dan weet ik niet hoe het precies werkt. Of kijk, als ik nu het lichtje aandoen, dan gaat die lamp al aan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik heb hem om 8 uur gezet. In de hoop dat er dus rond 8 uur vanavond een lampje aanspringt. Voor de katten. Want ik vind het eigenlijk een beetje eng om nu een lampje aan te laten. Dat ik dan, ja, ik weet niet. Ik zit momenteel weer eventjes wat hoger in mijn angsten. Dus ja, dat durf ik dan niet zo goed. Dus ik hoop nu dat vanavond om 8 uur het lampje aanspringt. Dus we moeten even kijken of het werkt. Inmiddels bij mijn moeder. En dit is het lekkere zwembad. Met een voetenbadje. Het is nu geen weer om te zwemmen, anders hadden we het er even ingekund. Tuintafel. En dan hebben we hier lekker het gras. En hier hele leuke vlinders op het huisje. En daar staat welkom op. Dat is een speelhuisje. Dat is wel heel leuk. En hier kun je dan ook lekker zitten. Maar het is nu natuurlijk niet echt mooi weer. Maar het is wel gezellig geworden ook zo met die vlinders. Maar dat zwembad is wel echt lekker. Ik kan er nu niet in kijken, maar... Kijk, en van die handige tegels eronder, dat is wel ideaal. Ja, dat was wel super leuk. Leuk vogelhuisje. En Lente gaat nu even fietsen, dus ik ga even kijken bij Lente. Want Lente gaat even fietsen. Zo, ik ben gezellig gepakt met Nathalie. We hebben een beetje de zon in ons gezicht. Ja, we moeten even thuis gelaten. Wij moeten even een cadeautje halen en we gaan even lekker een ijsje eten. Ja. En ja, we gaan even naar de Action. Eerst even de Hema. Eerst even langs de Hema. Dan gaan we daarna eventjes een ijsje eten. Dan gaan we langs de Action. Ja. En we hebben even de leukere route gekozen. Want die andere route kom je langs de begraafplaats en zo. Dat is niet zo heel gezellig. Nee. Hier wil je oversteken, toch? Ja, ja. Ja. Dus dan dacht ik het even zo. Dat is gewoon één saaie weg. Dus Nathalie heeft nu lekkere regenjas op mijn moeder aan. En ik heb nu even mijn sneakers aan. Ik voel me heel raar nu, want ik vind het eigenlijk nooit zo'n match onder een rokje. Maar dat is wel even beter lopen, want ik had mijn hakken aan. Ja, maar ik vond het wel leuk, die laars. Ik zoek ook zulke laars, want ik heb de mijne weggedaan. Oh ja, nou, ze zakken bij mij altijd zo af, omdat ik eigenlijk dunne bovenbeentjes heb. Dus dat gaan we nu even gezellig doen. Maar we weten nog niet wat we willen gaan halen bij de Action. Nee, gewoon kleinigheid. Ja. Wat geef je? Ja, weet ik ook niet. Het is ook niet officieel zoiets. Nee, daarom. Dus we gaan even kijken. En nu zijn we eventjes een beetje een middenweggetje aan nemen. Oeh, dat ruikt wel lekker. Ja, ruikt wel lekker, ja. Inderdaad. Dus dat gaan we nu even gezellig doen. Oh ja, ja. Moet je nog in de make-up of niet? Ja, ik heb geen make-up. Ik heb make-up mee. Oh. Nou, dan misschien wel. Ik heb alleen geen kwasten. Weet je hoe lang geleden ik mij heb opgemaakt? Heb jij kwasten dan? Hier? Nee, bij mama? Vingers. Oh, vingers. Oké, nou dat kan ook. Dus we gaan nu even naar de Hema. Dus ik neem jullie nog wel even een stukje mee het centrum in. Dat is wel even leuk. Ga ik hem nu even zo doen. En dan misschien even op de terugweg dat we nog wat vloggen. Wil jij even iets vloggen? Er staat hier altijd op deze parkeerplek een auto. Vind ik zo mooi. Oké. Blauwe. Oh ja, er staat hier een hele mooie blauwe auto, zegt Nathalie. Ik vind alleen, het is Volkswagen. Ik ben niet zo fan van Volkswagen, maar... Oh ja, die metallic. Ik vind deze kleur ook mooi. Oh, dat Octavia. Ja? Maar dit.
Ja, dat metallic is wel leuk, ja. Zal ik hem even zo doen? Ik zou er niet mee willen rijden, want ik zou me op een gegeven moment ook denken, nou, het is wel heel opvallend. Ja. Maar als ik die zie, word ik altijd zo blij. Ik vind het zo mooi. Oh ja, dat snap ik wel. Nou, we gaan nu even, we zijn al bijna bij de HEMA. Wat dat betreft is het ook een stukje van niks. Ja, ik dacht want, van, ik zin om te lopen. Mijn vader die woont hier ook vlakbij. Dus die woont hier om de hoek. Ja. Hier zo, bij het hekje. Ze zijn thuis ook. De auto staat. Ja, dat zeg niks. Ze niet doen. Dus nou, nu zijn we gewoon even zo lekker aan het lopen. Zo gezellig. Lopen is gezond. Ja, dat wel. Gezond. Inderdaad. Even dat croissantje er weer afwandelen. Lent had heel lief croissantje voor mij. Wacht, ik zet hem weer even zo. Lent had heel lief croissantje voor mij. Zij zei, ja, ook voor tante. Dus die vond het helemaal leuk dat ik kwam. En ik heb heel lief een hele mooie geschilderde tekening gehad. Ze was echt zo lief. Maar je mag inderdaad ook niet zeggen getekend. Want Nee, dat was niet goed. Nou, niet boos. Maar nee, dat wordt je wel verbeterd. Ja, zeker. Dat deed ik niet goed. Dus wij gaan nu eventjes de HEMA in. Misschien heb ik hier wel even mee. Dus ja, dat gaan we eventjes doen. Yes. Dus. Ja hoor, daar zijn Jut en Jul weer even vanuit de telefoon met ijs. Dus dan gaan we eventjes van genieten, want anders smelt het. Jouw haar invlechten. Ga je mijn haar invlechten? Nee, mag ik dat invlechten? Ik kan best wel goed invlechten nu. Ik heb geen stiekjes mee. Er zit wel een stiekje onder, maar... Ja, maar één stiek is genoeg. Oh, okay. Nou, we zijn weer onderweg. We hebben te veel gegeven. Ja, we zijn niet veel uitgegeven. Nee. Nou, het gaat nog best wel veel, hoor. Ja, het is gewoon nog wel. Toch nog. Ja, maar je hebt nu ook allemaal... Kleine cadeautjes erbij. Gedaan. Ja, ik heb weer cadeautjes voor Lente en Yara. En voor jou, jij een cadeautje. Alleen voor mama niks. Nee. Maar hier plaatsen we terug. Dat is waar. Dus wij gaan nu weer terug naar huis. Maar we nemen weer even de leuke route. Lente is een beetje ziek. Ja, Lente was een beetje ziek. Joh, niet zo toeteren. IJsje was wel super. Daar hebben we heerlijk van genoten. Dus we hebben de hele action doorgespit. Ja. Ja, dat is wel echt leuk. Dat gaan we straks even laten zien. Alleen, ik zocht een heel leuk bakje. Vertellen waarom we een cadeautje hebben gekocht. Nee, dat kunnen we niet vertellen. Maar we hadden een cadeautje gekocht. We hebben een funny cadeau gekocht. Ja, wij hebben een funny cadeau gekocht. Want we wisten dus allebei niet wat we geven wilden. En ik heb het idee dat mensen me heel raar aankijken, omdat ik met die camera loop. Ja. Ik bots wel. Oh, kok. Oh, kok. Maar, dat was even grappig. Maar ik wilde heel graag zo'n bakje hebben. Maar ik ga dinsdag... Ja, ik krijg weer kramp in mijn arm. Daar is een statief al over. Ja, klopt. Maar die heb ik thuis bij mama liggen. Maar toen gingen we... Toen zei... hadden ze hier alleen in het blauw. En ik wilde graag een roze. En na toen zei bij de Action, bij haar hadden ze hem wel in het roze. Ja. En daar ga ik dinsdag nog eventjes langs. Wat verjaardagsdienstjes halen. Eventjes kijken of ze die tijgerogen... Oh ja, dat is goed. Dat is wel goed. Dat is eigenlijk een prik in het kop, hè? Maar... Ja. Ik heb nu wel een droge mond. Van dat ijs in het midden. Van wat vele geklets. Ja. Mag je ook nog? Ik dacht echt dat het serieus waren. Ja, dat dacht ik ook. Oké, we waren eventjes, we hadden een beetje een rare onderbreking hier. Oké. Er waren gewoon mensen die zeggen, ben je aan het vloggen? Dus ze zeggen, ja. En toen zei ze, oh, mogen van je vloggen, wij zijn bekend, wij gaan optreden hier. Nou, prima. Dus ze zegt, oké, je mag gewoon de laatste film. En hij ging, die jongen, die ging hele rare dingen zeggen. Dus dat zit er nu niet in de vlog. Gaat dat gaat absoluut niet in de vlog. Dat ga ik echt eruit halen. Maar het is echt heel bizar dit. Ja, dat was echt heel raar.
Daarom vlog ik ook eigenlijk nooit met mijn camera onderweg. Maar dit is wel echt de eerste bizarre wat ik ooit heb tegengekomen. Dat zijn van die mensen die denken, oh, ze zaten ook grappig. Al flink aan een biertje. Dus. Ja, ik denk dat er al wel flink wat in zat. Nou ja, ga je het niet, maar het is een beetje... Maar goed, Antje zei gelijk, ik ben er klaar met mijn vlog. Vlog het thuis of verder. Nee, we gaan gewoon door. Want niet door een paar rotte appels. Ja, maar dat is een beetje het ongemakkelijke dan. Ja, dat maar goed. Snap ik wel, hoor. En we gaan straks gezellig eten. Gaan we aan tafel eten? Nee. Nee, gewoon even laag. Want we gaan patat eten. En patat hoort niet aan een grote tafel. Oké. Okay. Nou, duidelijk. Maar waar zijn we van? Ja, dat kunnen we misschien wel aan een grote tafel. Oh, ik zal even mama. Ik zal straks even de nieuwe meubels laten zien van mijn moeder. Ja. Maar we gaan nu even verder lopen. Ik krijg een kramp in mijn arm. Dus ja, dan zien we jullie als we thuis zijn. Nou, we hebben dit cadeautje nu gekocht. Mokjes en een leuk brandetje met van die waxmelts. Het was nog een hele zoektocht, want ja, dat vonden we lekker. Maar deze konden we wel lekker ruiken, dus die hebben we gekocht. Hallo. Patatjes. Hallo. Heel lekker. Tante gaat ook niet eten. Heel lekker. Ach. Dit is Molly. En nog wat stomme ding vergeten. Welke? Ja, ik moest die lukpan terug. Ach. Molly. Het is een nieuwe kast van mijn moeder. Heel leuk. En hier is moeder zelf. Hallo. Ja, dan moet je even zorgen, anders komt Yara erop. Hier is mijn moeder. Hallo. Die gaat Yara even eten geven. Ja, want Yara die heeft honger. Er staan hele leuke dingetjes in. Ja, zuster? Is heel leuk. Ja? Heb je ook iets van oogschaduwbasis of niet? Nee, dat zit er niet in. En dit is gewoon de tafel, maar die staat nu gewoon even zo. En dit zijn de nieuwe stoelen. Dus... Ja, dat was alles wat je nieuw had. Oh ja, je nachtkastjes, maar dan kan ik straks nog even kijken. Ja. Ik had voor de kindjes had ik nog iets gekocht. Voor Yara dit boekje. Want dat is met Mickey en vriendjes op de camping. Gaan ze naar een campertje aan. En voor Lente dit paraffin. We hebben even gedronken. Dit is van... ja, het is Eulen Toiletten eigenlijk. Hoe heet het ook weer? Lion King, toch? Ja, van Lion King. Dit is Pumba, geloof ik, hè? Dus die hadden we nog eventjes gekocht en we hadden even geroken en deze rook wel het lekkerst. Dus die hebben we nog eventjes, die hebben ze van mij gekregen. Hallo, daar zijn we weer. En deze keer heb ik de vlog overgenomen. Ja, want ik heb mijn handen vol. Ja, vaatwastabletten. Het zou handig zijn, denk ik, als je gewoon vraagt of je dat zometeen van zijn auto mag klappen. Ja. Voor vanavond. Ja, ik denk dat iedereen er al ligt. Ja, nou en? Anders geeft hij mij de sleutel, loop ik toch even mee. Antje die gaat namelijk even voor de beeldvormen, maar dat heeft Antje misschien verteld. We zijn dus nu in het dorp van onze ouders. Ja. Wij wonen hier niet meer. Nee. En Angela is opgehaald vandaag door mijn vader. Ja. En die wordt dus vanavond weer teruggebracht. Jee, lekker mijn gebedje. En love it. Ik ben alsof je ooit in een ander bed slaapt. Bijna nooit. Nee, nooit. Alleen toen met opa, toen hij overleed, die ene keer. Ja, maar... dat klopt. Nou, en dan... En we zijn net tot een hele grappige ontdekking gekomen. We hebben dezelfde jas in een andere kleur alleen. Ja. Ik ben wezen shoppen laatst. Komt en toen had ik hem gekocht. Dan? Ja. Komt nog online. Maar dat heb je wel opgenomen? Ja, heb ik al wel opgenomen. Oh, maar zeg gewoon. Dat was een beetje lullig nu met de kleding. Ja, maar als ga je het niet gebruiken. Dus nee, dat doe ik nooit. Ik ga het eerst laten zien en dan aantrekken. Eerst wassen, aantrekken. Ik kan het nog wel eens doen als ik bijvoorbeeld laat in zo'n film en ik heb iets gekocht dat nog niet toekomt. Maar we hebben echt perfect filmlicht. Wauw. Ja, dit is echt fantastisch. Ik heb alleen lam haren. Ja, ik ook. Wat filmen. Ja, dat is ook niet maar, zo snel. De camera's zijn wel zo raar. Ja, daarom vroeg ik of je naar dat statief had. Dan heb ik het niet zo snel, maar dat geeft niet. Maar, wauw, het is echt perfect filmlicht. Wauw. Ik ben helemaal ondersteboven. Maar, oh, daar komt die van, man van vanmiddag aan. Dus, waar wilde ik naartoe? Er was een man die zat dus vanmiddag bij dat gekke verhaal wat we vertelden. Maar ja, toen was ik wezen shoppen. En toevallig hebben we dus exact hetzelfde jasje. Ik heb een roze binnenkant. Ja, ik heb geen bruin. Gewoon, jij hebt denk ik ook een ander stofje aan de binnenkant. Nee, dat wel. Zo hetzelfde. Ik vond dat roze wel leuk was. Toevallig, daar heb ik hem niet voor gekocht. Gewoon een zwart jasje. Maar ik denk, ja, olie is een goed merk. Want ik had vroeger heel veel kleding. Ja, ik had van een Primark heb ik een zwart jasje nog steeds. Maar ik zag deze voor 20 euro liggen in plaats van 50 of 60.
Dus ik dacht, nou, maar hij is er nog steeds, zeg. Er is misschien zo'n klassiek jasje of zo. Ik heb hem laatst nog een keertje zien hangen. Nou. Nou ja, hij was alleen 38. Ik dacht, het is even op de gok. Maar het ging. Ik weet niet eens welke maat ik heb van dit jasje. Meestal jasje koop ik iets groter. Ja, ik dus ook normaal. Maar de grootste maat was 38. Maar ik vond hem eigenlijk te leuk. Hij is prima. Ja, jawel. Maar als ik hem dicht doe, dan wordt het wel dat ik denk... Kielikie. Het kan, maar dan moet ik wel even... Adem inhouden. Ik heb toch helemaal geen buikje? Nee. Jawel, heb ik wel, maar ja. Nou, zo voelde ik het ook niet eigenlijk. Zwangerschapskilo's, nog steeds. Ja, het ook is wat het voorthelp is? Ja, jawel, het hek is wel open. Dan is klim ik eroverheen. Ik kan naar de kant, want anders is het niet meer. Ja. Maar het is gewoon heel lastig filmen. Ja, dat is het ook. En het is ook af, want iedereen kent je aan. Oh, dat boeit me echt niet. Dat boeit je. Ik woon hier niet meer, dus... Ook wel leuk. Het is mijn vlog, zegt ze. Ja, het is jouw vlog, maar ik moest filmen nu. Ja, omdat ik mijn handen vol heb. Of je moest iets dragen. Oh, dat heb je niet eens gevraagd of nee, ik dat wilde. Klopt. Daarom dacht ik, dan kan jij de vlog doen. Dat doe je verkeerd, want ik had al lang gezegd, als ik zoveel spullen had, had ik gezegd, hier, hou jij zat vast. Ja, we hadden niet zoveel bij die Action moeten halen. Nou, dat valt wel mee, dat tasje. Ja, het is ook die grote doos nu. Eigenlijk hadden we achteraf... Hadden we het uit die doos moeten halen. Dan had je gewoon 3 zakjes. Ah, nee. Of 6 zakjes van die dingen. Ah ja. Drift is goed. Volgens mij heb ik deze nu thuis ook. Ja, ik heb dus nu van die goedkope van Aldi. Ja. En Frank zegt ook... De vaat wordt niet echt schoon. Ik zeg, nee, ik kom door die goedkope blokjes. Ja, ik heb toen de drift gekocht toen ik de vaat was kreeg. Dat hij in de aanbieding was... Bij onze vaatwasser, van mama en mij, ja? zaten 2 finish tabletten bij. Ja, bij mij is helemaal niks, hè? Nee, maar er ja. Er helemaal niks bij, maar het maakt ook niet uit. Het zal wel een samenwerking zijn. Ja, dat zou kunnen. Online zullen we er niet zijn, ik heb steken. Ja, ik ook van, iets, maar ik dat... Ik mocht van Lente het laatste zeemerminnenijsje. Ja, van Ola. Zo'n soort twister-achtige, maar dan met lekker, hoor. Blauw. Ja, die vond ik ook heel lekker. Blauw, roze en geel was die, met fruit smaken. Ja. En ik heb nog een deeltje van Lente's ijsje opgegeten laatst. Ja, Lente had dus bedacht. Laatst hadden ze met mijn moeder aanbieding ijs gekocht. En toen hadden ze 2 dozen Ola-ijs, was 1 plus 1 gratis. Ze had zij die uitgekozen en Calippo's. En toen wilden ze... Allemaal ijsjes. In die zeemermin ijsjes zaten er zeg maar 4. Dus toen hadden wij er al 3 op. Maar wij dachten dat er nog 2 waren. Dus er was er nog maar 1. Maar toen zei Lente zo van... Gaf ze aan Angela. Deze is voor jou. Dus ja, toen mocht je geen chocolade ijsje. Schattig. Ze was echt veel aan het delen vandaag. Ja, maar ze keek er ook echt naar uit dat je kwam. Ja, dat was wel echt leuk. Maar nu zet ik wel de camera uit. Want ja, we zijn erbij. Doei! Ja, dus ik zie jullie later als ik terug thuis kom. En ik zie je niet meer. Adios! Doei! Oeh, die wel hoor. Nee, Sabine niet. Nee, die wil niet. Ik zie alleen een armpje, dus dat is goed. Hey. Hi, arm. Hi. Sabine, ik zou er geld voor klaar voor. Je arm wordt breed. Leuk. Kijk, ze lekker geuren, smelten. Ja, dat hopen we dat jullie het lekker vinden. Wij vonden dit de lekkerste, die anderen vonden we echt lekker. Nou, we hebben... Je kan het erop leggen. Ja, dat gaat smelten. Nee, dat is een vaccinelichtje. Inleggen, inderdaad onderin een vaccinelichtje en dan gaat hij smelten. Hoe groot is water? Ja. Leuk, super. Maar deze vonden wij het lekker struiken. Ja, leuk zeg. Dat vond je lekker. Oh, dit is een funny cadeau. Ja, die is geweldig. Ja, jullie zijn nu verbonden. Je moet zelf uit. Zo jongens, ik ben weer thuis. Het is echt onwijs laat. Ik weet niet precies, maar het is echt heel laat. Het was wel heel gezellig. Het feestje. Op een gegeven moment werd het rustig. Nou, nog even een beetje nagepraat. En toen was ik weer thuis. Maar we moeten tegenwoordig een beetje omdraaien. Dus ik ben gewoon weer thuis. En het was vandaag echt heel erg leuk. Ik heb zo leuk gespeeld met de kindjes. Ik heb er zo van genoten. Lente keek er zo naar uit dat ik kwam. En ik mocht het laatste ijsje. En ik mocht dit en ik mocht dat. En... Ja, ze vond het zo leuk. Ze zat de hele tijd al... Wanneer komt tante? Wanneer komt tante? Dus ja, dat was echt superleuk. Maar goed, nu ben ik weer thuis. En ik ga nog even onder de douche. Dan ga ik nog wel even Scott en Bailey kijken. Want ik ben dus niet iemand die als ik thuis kom gelijk naar mijn bed toe kan. Dat is een vervelende eigenschap. Sommige mensen kunnen dat. Vind ik ook heel knap als je dat kan. Ik moet altijd eerst even tot mezelf komen. En ga ik even nog met de poesjes knuffelen. En dan straks ook wel naar bed. Want het is later geworden als...
ja, ik wist niet precies hoe laat het zou worden. Maar ik ben zo blij dat ik nu niks meer aan de video hoef te doen. Omdat ik het allemaal heb gedaan. Alleen die blogpost krijg ik nu niet meer af. Maar goed, het is even wat het is. Ik heb last van mijn buik. Daar heb ik al een paar dagen. Maar goed, dat komt ook wel weer goed uiteindelijk. Ik heb alleen mijn hoofd gestoten tegen de glazen schuipbui aan. Ik dacht die open stond. En ik dacht, ik loop er doorheen. Ja. Bam, zo tegen dat glas aan. En, oh, het zit echt hier. En mijn hele bril is scheef. Maar die was al scheef. Die ga ik dinsdag recht laten zetten. Maar och, dat doet zo zeer. Echt een beetje hoofdpijn. Dus misschien dat ik even een aspirintje neem voor ik ga slapen. Dus ik moet maar eventjes kijken. Maar nou, dan ga ik in ieder geval nog even lezen. En dan ga ik lekker slapen. Het valt nog mee qua moeheid. Normaal ben ik wel heel erg moe. Maar ik denk als ik straks eenmaal in mijn bed lig dat het ook wel goed is. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En ik zie jullie dan, ja, ik wil zeggen morgen. Maar ja, het is al na 12 uur stil morgen. Dus ik zie jullie gewoon, ja. Ja, ik zeg maar gewoon morgen. Want dan is het voor mij weer, als ik geslapen heb, dan is het morgen. Dus dan ben ik weer hopelijk fris en fruitig. Dat is even voor nu wat ik heb bijgepraat. En ik heb geprobeerd een beetje te vloggen vandaag. Was soms een beetje lastig, maar ja, komt helemaal goed. Dus ik zou zeggen, tot later. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 24 augustus. Mijn stem heeft het een beetje begeven, maar dat komt zo wel weer goed. Ik ben klaargemaakt en mijn hoofd had gelukkig geen zeer meer na gisteren dat ik dat gestoten heb. Dus dat is wel fijn. Het is meer ook de schrik. Ik had wel even de tranen over mijn wangen lopen. Maar het was gewoon meer even dat je schrikt en de pijn. Maar het is nu allemaal wel weer goed. Ik had lekker eventjes gedoucht. Ik zou eigenlijk nog even Scott en Bailey kijken gisteren. Maar de televisie die wilde niet verbinden met het internet. Ik weet niet, hij had er gewoon geen zin in. Ik heb het een paar keer geprobeerd. Toen dacht ik van nou, laat maar. Dus toen heb ik gewoon even, waar gaat het over gekeken. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Dan heb ik nog een klein stukje gelezen. Maar ik ben eigenlijk vrij snel daarna ook wel gaan slapen. Want ik was ook wel moe. Dus ja, dat was eigenlijk allemaal wel prima. En ja, ik heb op zich ook wel lekker geslapen. Ik was ook echt wel heel erg moe. Maar nu gaat het eigenlijk allemaal wel weer. Ik denk dat het de komende paar dagen misschien nog wel even een beetje moe blijft. Maar nou ja, het is nu gewoon fijn. Ik ben weer lekker thuis met de poesjes. Het is een beetje bewolkt buiten. Het zou vandaag 28 graden worden. Maar er is ook echt wel weer onweer en zo voorspeld tot 11 uur vanavond. Omdat het dus heel erg warm werd. Maar ja, of het gebeurt, dat moeten we nog maar eventjes zien natuurlijk. Want het is de afgelopen tijd wel vaker gezegd. Maar het was viel me meer op dat de temperaturen nog weer zo omhoog gaan aankomende week. Die had ik niet helemaal ingecalculeerd. Ik dacht eigenlijk dat het nu wel een beetje rond de, ja, in het begin 20 graden zou zijn, zeg maar. Maar dat kan dan toch zo weer veranderen. Ik heb net even mijn make-up tafel helemaal opgeruimd. Er ligt dan heel vaak make-up wat ik de hele week doorgebruikt heb. Ik moet zo nog even wat dingetjes terugstoppen in de daarvoor bestemde bakjes. Die ik dan weer kan gebruiken bij de favoriete producten of de producten die ik niet fijn vond. Dus dat is ook wel fijn. Ik ga zo gewoon even lekker stofzuigen. De kwasten moeten even schoongemaakt worden. En ga ik nog even mijn blog en YouTube boek verder. En dat was ik helemaal vergeten te vertellen. Ik had dat gummetje van de HEMA, die elektrische gum. Ik had laatst al een keertje verteld dat ik een beetje moeite had om dat gummetje eruit te krijgen. Daar ben ik dus van de week een keertje mee aan het stoeien geweest. Dan heb ik met een naaldje geprobeerd die gum een beetje omhoog te trekken. En dat is gelukt. Dus nu kan ik hem weer gebruiken. Dus dat is wel fijn. En dan kan er gewoon een nieuw in als hij nou echt heel klein wordt. Ja, dat zal je wel niet meer kunnen gebruiken. Maar dat is wel fijn. Dus daar ben ik blij mee. Ik zal nog eventjes laten zien. Mijn moeder had nog iets gekocht voor ons. Dat zal ik nog even laten zien. En ik had echt een hele prachtige geverfde tekening. Want het is eigenlijk niet een tekening. Want ze heeft niet met potlood gedaan, maar met verf. Die heb ik van Lente gehad. En dat was zo lief dat ze voor mij aan het verven was geweest. Zei ik dat, ja, je moet wel je verf meenemen. Dus die had ik meteen in de tas gestopt. Dus die zou ik... Ik had beloofd dat hij een mooi plekje in huis zou krijgen. Dat zou ik even doen. Dus dat ga ik even doen. En dan neem ik jullie vandaag gewoon weer een beetje mee. Dus ja, ik zal eventjes dat pakken. Nou, kijk eens even wat voor moois Lente heeft gemaakt. Met allemaal leuke verfkleuren erop. Er zijn misschien mensen die zouden denken, ja, wat moet je ermee? Maar ik vind dit echt heel waardevol dat ze zoiets voor mij heeft gemaakt. Speciaal voor mij ook.
Vind ik zo leuk. Echt heel veel leuke kleuren heeft ze gebruikt. En ze kwam er heel trots mee aanlopen. Ja, kijk, heb ik voor jou gemaakt. En ja, dat vind ik dan gewoon zo super lief. Dus dan, ik heb beloofd dat hij een plekje in huis krijgt. Dus dat doe ik ook echt. Want ik vind dat gewoon alleen maar super leuk om een plekje te geven. Want ja, het was gewoon zo leuk dat ze zo blij was dat ik er was gisteren. Dus ik ben er heel erg blij mee. En mijn moeder die had wapenstabletten gekocht voor ons. Kijk, een hele grote doos. Er zitten 6 zakjes in van 12 tabletjes. Dus 72 tabletten. Ik heb bijna voor een half jaar tabletten. Dus dat is echt super lief. Die acties kun je vaak kopen bij een trekpleister of een kruidvat. Zij had ze dan besteld. Want ik weet niet of het ook in de winkel is of enkel online. Maar Platinum Plus. Volgens mij is dat van die reclame. Dat die jongen dan in zijn naaktheid over straat loopt met 2 van die braaddingen voor zijn onderkant. Want dan heeft hij de weddenschap verloren volgens mij. Volgens mij is het zoiets. Dus die kan ik boven neerzetten. En als ik dan op heb, kan ik mooi een zak pakken. Dus daar ben ik heel blij mee. Nu ga ik eerst eventjes lekker stofzuigen hier in huis. Dat is ook wel even fijn. Ook van mijn moeder had ik nog deze leuke bal gekregen. Daar zit dus een beestje in. Lente had de flamingo, Mia. En ik geloof dat er ook een girafje was, Gigi, dacht ik. En een vogeltje, dat is Paco. Dus ik had er ook een gekregen. En welk beestje had ik dan? Even kijken of ik de bal weer open krijg. Kijk. Ik heb ook Paco. Heel leuk. En, het zijn van die kleine leuke cadeautjes die gewoon heel erg leuk zijn. Het is dan ook echt een verrassing als je hem openmaakt. Leuk die glitteroogjes. Ja, ik vind dat gewoon hele leuke dingetjes. Misschien op mijn leeftijd een beetje gek, maar ik vind dat gewoon super leuk. En ik kan dat heel erg waarderen als er zo'n leuk cadeautje nog wordt meegenomen. Dus die wilde ik nog eventjes laten zien. Van deze. Mijn moeder die had het ook gekocht, maar die heeft op een gegeven moment haar tapijten eigenlijk, of haar kleden heeft ze uit huis gedaan. Ze vond het op een gegeven moment wel weer wat fijn. Ik weet ook niet of ze met de winter nog weer terug doet. Maar toen zei ze, goh, je mag die van mij wel meenemen, want ik gebruik hem nu eigenlijk niet meer. En ik vind dit zo fijn spul, maar Aldi heeft het niet in het vaste assortiment. Ze hebben het af en toe. Dus dit is echt fantastisch. En omdat het ook echt speciaal voor huisdieren is, neutraliseert ook geurtjes van je huisdieren. Dus daar ben ik blij mee weer met de nieuwe. Zo, Lenta, een mooie tekening hangt nu hier. Ik vond het wel een mooi plekje, zo kunnen de katten er niet bij. En ik ben er wel blij mee dat hij hier hangt. Dus dat is wel, wel fijn, vind ik zelf weer. Het staat heel leuk en ik ben er nog steeds heel blij mee. Zo, ik ben klaar. Ik ben wel een beetje moe en ik heb eigenlijk niet heel veel gedaan. Gewoon eigenlijk meer wat kleine dingetjes, maar ik merk gewoon dat de vermoeidheid er nog een beetje is. Ik heb stof gezogen, ik heb de bakken geschept, de vaatwasser leeggeruimd en ook weer gelijk ingeruimd. Want hij was klaar, dus toen heb ik hem gelijk weer ingeruimd. En, maar dat was meer de glazen en de mokken, want die konden eigenlijk, die had ik nog over, die konden niet meer erbij in. Want hij zat vol, dus toen moest ik hem eerst draaien. Dus toen konden die er daarna weer in toen alles leeg was. Nou, mijn kwasten zijn weer lekker schoon, vind ik zelf altijd wel fijn. Ik vind het altijd wel belangrijk om te doen. En dat was ook wel fijn. Ik ben nog even in mijn blog en YouTube elkaar gewoon gegaan. Oh, sorry jongens. Ik ben nu echt heel moe. Lentes tekening een plekje gegeven en weer even dat stukje
Ik heb een afstandsbediening voor mijn lampjes. Ik heb dus overal eigenlijk in al mijn lampen zit zo'n sensortje. En als ik op de afstandsbediening druk, gaat alles aan. Maar omdat het natuurlijk niet had gewerkt met die tijdschakelaar die ik ertussen had gezet. Ja, het was ook even, ineens kwam het in me op. Ik heb het boekje wel gelezen, maar ik snapte het nog niet helemaal. Dus ik had blijkbaar iets fout gedaan. Dus die heb ik ertussen uitgehaald. Want ja, nu ben ik de komende tijd op boodschappen na toch gewoon lekker bij de katten. En dan hoeft er niet per se een lampje aan. Dan kan ik het gewoon zelf aandoen. Dus ik heb nu dat andere stukje er maar weer tussen gezet en die schakelaar opgeruimd. Daar moet ik me nog maar een keer in verdiepen. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen, straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik Hudson en Rex kijken en weer dat 30 Seconds, want dat vond ik wel erg leuk vorige week. Dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Ik hoop die blogpost even af te maken. Dan kan ik daarna weer lekker mijn Netflix-serie kijken, hoop ik. Althans, als de televisie het nu weer wil verbinden met het internet. En dan ga ik daarna met Danny Lewinsky beginnen op Videoland. Dat staat erop. En ik heb dat eigenlijk, de laatste seizoenen zag ik dan wel, want ik heb het vanaf het begin nooit gevolgd. En eigenlijk vond ik het later hartstikke leuk. Dus dat ga ik mooi doen. En dan ga ik lekker naar bed nog even lezen, hoop ik. En dan ga ik lekker slapen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Want ik ben nu wel een beetje moe. Het is inmiddels niet meer zonnig. En ik heb het zelfs een beetje fris met de ventilator aan. Maar dat komt allemaal goed. Dus bij deze zeg ik dan tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 25 augustus. En ik zit nog heel eventjes lekker op de bank. Eventjes een beetje aan het knuffelen met de katten. Want ik merk gewoon dat er ook een beetje bij moet komen. Dat ik de laatste tijd best wel veel weg ben geweest. En ja, ik vind het nu wel fijn dat ik nu voorlopig lekker bij ze ben. Dus dat is wel, wel fijn. Ik zei het laatste keer, ik voel me altijd een beetje schuldig als ik lang weg ben. Muis, ben jij toe? Zo ziet ze mij toch niet? Ga maar even terug, muis. Zo, heel goed. Je komt er weer bij. Je mag wel hier zitten, maar je kan niet steeds voor mijn gezicht, want dat is niet leuk voor de kijkers. Dan kunnen ze mij niet zien. En je doet het weer. Dus ja, dat is wel fijn. Dus we zijn veel aan het knuffelen. Gisteravond heb ik even Hudson en Rex gekeken. Was echt superleuk weer. En daarna dat 30 Seconds was ook wel leuk. En ik heb nog even Disney Dreamlight Valley gedaan, maar kwam niet heel ver helaas. Vind ik dan wel jammer, maar goed. Vanavond weer een kans. En toen ben ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. Dus dat is ook allemaal gelukt. Ik heb mijn blogpost afgemaakt. Die staat online. Dat was ook wel fijn. Toen ben ik weer mijn Netflix-serie gaan kijken. Een Man in Full. Want deed het nu allemaal weer gelukkig. Althans, ik kon nu weer verbinden. En daarna ben ik begonnen met Danny Lewinsky. Dat was ook wel grappig. Ik heb het nooit vanaf het begin gezien. Dus dat was wel leuk. En toen ben ik naar bed gegaan. Ik heb nog even gelezen. Toen ben ik gaan slapen. Want ik was best wel moe. Nu ga ik zo meteen eventjes stofzuigen. Dan ga ik de groenten eventjes afhalen. Althans de boontjes. Dat is eigenlijk het enige. En dan ga ik nog wel even boven wat doen. Want het is nu nog eventjes lekker een beetje een bewolkte dag. Het is nu nog niet zo warm. Gisteravond heeft het echt heerlijk geregend. Dat was echt super fijn. Begon in één keer kaart te waaien. Begon in één keer echt los te gaan. Dus dat was wel echt lekker. Daar heb ik wel echt van genoten. Ook weer even goed voor de plantjes natuurlijk. Al zijn die voor de helft opgegeten door de slakken. Dus ik weet niet wat daar nog van komt. Dus dat. Ik laat straks wel even de fotospullen zien die ik weer ga fotograferen voor mijn blogpost. Die ik dan weer uit kan gaan testen en weer over kan gaan schrijven. En dat is het dan ook. Vandaag geen voetbal, althans geen Ajax. Ik vind het wel jammer, want ik vind het altijd wel leuk. Maar ja, die hoeft nu eventjes niet. Dus nou ja, dat is eventjes wat het is. Dus ik ga dat eventjes doen en ja, dan ga ik eventjes lekker aan de gang. Ik heb even fotospullen gepakt en ik ga nu dus de Pro Glow Shimmering Body Oil proberen van de Action. Ik ben benieuwd of deze kleur wel beter zichtbaar is. Dan heb ik hier drie All Over Glow Tint. Dit zijn cheek, lip en eye producten, maar ik wil hem als highlights gaan gebruiken in drie kleuren. Dus dat is wel leuk. Dan heb ik hier twee lipsticks van Essence. Dit zijn de 8 Hour Matte Liquid Lipsticks in dus twee tinten. Die ga ik nu mooi even foto's van maken, dan is dat ook klaar. Dus ja, dan ga ik dat eventjes doen.
Ik heb deze even opgehangen in de slaapkamer. Vond ik wel een mooi plekje hier. Hij hangt alleen een klein beetje scheef. Maar ik krijg hem niet helemaal recht. Maar hij hangt gewoon aan een spijkertje. Dus ik hoop dat het blijft hangen. Maar ik dacht, dat vind ik wel een leuk plekje hier. Dus ik heb hem even opgehangen. Dan zal ik even proberen of ik hem nog een beetje recht krijg. Maar voor nu vind ik het niet heel storend. Zo, ik ben klaar met wat ik wilde doen. Ik ben wel even boven bezig geweest. Maar toen raakte ik alweer twee nagels kwijt. Ja, die braken af. Dus die moest ik even bijveilen. Toen heb ik gelijk maar even mijn voeten bijgeveld. Het is boven gewoon nog heel warm. Dus je kunt nog niet zo heel veel doen. En dat wordt de aankomende week natuurlijk wel weer wat erger, denk ik. Ja, we moeten eerst maar even kijken of we die temperaturen halen. Maar ik heb wel wat kunnen doen. Ik heb de foto's ook klaar. Ik moet alleen nog importeren. Want dan dacht ik, oh, dat kan ik wel even doen na het foto's maken. Toen bedacht ik me ineens... Hey, ik kan wel even die diamond painting op gaan hangen in de slaapkamer. Dus toen heb ik dat maar weer gedaan. Nou ja, ik vind het ook prima, weet je. Ik denk, het is... Dan heb ik dat ook weer klaar. Dan is die ook boven weg. Dus dan... ja, dat vind ik wel leuk staan. Alleen jammer dat hij een beetje scheef hing, maar maakt niet uit. Ik ga nu zo even wat drinken. Dan ga ik zelf even lekker relaxen, want ik ben weer aardig moe. Maar er komt gewoon... Eigenlijk word ik ook luier van niks doen, zeg maar. Nou heb ik wel wat dingetjes gedaan, maar ik ben normaal productiever. En ik ben ook gewoon niet iemand die de hele tijd kan zitten. Maar goed, ik heb wel even wat kunnen doen, dus dat is fijn. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik sowieso mijn nagels lakken en dan ga ik weer Stegeman kijken. Maar ik weet niet even welke dat is. Maar in ieder geval Albertus Stegeman. Ga ik nog even wat terugkijken. Dan ga ik nog even clearen met Disney Dreamlight Valley om te kijken of ik verder kom. En dan ga ik daarna lekker mijn foto's bewerken en mijn Netflix-serie kijken en weer verder met CSI. Dan ga ik lekker naar bed mijn boek lezen en dan ga ik ook lekker slapen. Dus dat wordt het eigenlijk. Ik ben wel heel benieuwd naar die shawarma met paprika. Daar heb ik wel zin in. Ik hoop dat het lekker is. Maar vroeger vond ik het altijd heel lekker, maar je kunt bijna niet meer kopen. Goed, ik ga even een paar katten bij elkaar weghalen, want die zijn een beetje ruzie aan het maken. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 26 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een beetje jeuk aan mijn hoofd. Gisteravond heb ik eigenlijk eventjes Albertus Stegeman gekeken. Was wel een spannende uitzending. Ging over aannemers die dan uiteindelijk hun beloftes niet nakwamen. Maar wel heel veel geld hadden geïnd. Dus wel treurig voor de slachtoffers. Want die zaten met onafgemaakte huizen of heel veel lekkages. Dus dat is natuurlijk niet goed. Ze hebben wel twee confrontaties kunnen doen. En die ene die heeft uiteindelijk nog wel bij een van de slachtoffers een betalingsregeling getroffen die tot nu toe nog nagekomen werd. Maar goed, ik weet niet hoe ver van tevoren dit opgenomen is natuurlijk. Maar ja, mochten daar veranderingen in zijn, dan krijg je dat uiteindelijk wel weer te horen. Toen heb ik even de alleskunner aangezet en heb ik nog even Disney Dreamlight Valley gedaan. Ben ik wel weer iets verder ingekomen, dus dat was wel fijn. Toen ben ik mijn nagels gaan doen. Ik heb dit lakje, of deze kleur op. En dit is het lakje van Catrice. Dat is deze. Deze komt uit de Poolside of Life collectie. En dit is Ceno 1. Sundreamer. Dus ik vind het wel leuk. Je ziet wel wat eigen nagel er doorheen komen. Ik heb er twee laagjes op gedaan. Ik denk met drie laagjes dat hij nog beter zou tot zijn recht zou komen. Maar dat vind ik zo'n plakkaat op je nagels. De foto's zijn af met bewerken. Dus dat was allemaal fijn. En toen ben ik mijn Netflix serie gaan kijken. Daar heb ik nog maar twee afleveringen van. Toen zie je zij. Toen ging ik naar bed, toen had ik mijn boek gelezen. Toen zat ik nog even op mijn telefoon te scrollen. En ik zie ineens in mijn ooghoek in de hoek van de slaapkamer iets zwart zitten. Nou, hup, ik mijn bed uit, zaklamp erop. Zo'n spin. Echt mega. Nou, ik hup naar de meterkast vol mijn raagbol te pakken. Ik heb er altijd een maniertje voor waardoor ze het normaal... Ja, eigenlijk niet overleven. Dat klinkt waarschijnlijk heel overdreven. Maar ik heb zo'n angst voor spinnen. Dus ik durf ze ook absoluut niet op te pakken. Toen schudde ik hem eventjes uit boven de wc.
Maar toen was hij blijkbaar, was het ook niet helemaal goed gegaan. En ik durfde daarna gewoon niet meer naar de wc toe. Maar ja, het moest wel. Maar ik zat er echt helemaal niet prettig op. Omdat ik wist, ik was gewoon bang. Ik, oh, zometeen kruipt die spin ergens in. En oh, het was verschrikkelijk. Dan gaat mijn hartslag gelijk eventjes een paar slagen omhoog. Gatsie, ik zit helemaal onder de haren. Ja, dat vind ik zo verschrikkelijk. Spinnen en ik zijn geen combinatie. Ik ga zo een was aanzetten. Ik ga de gang doen, de douche, de katten bakken. En er moet nog een was opgevouwen worden. Dus ik neem jullie gewoon weer eventjes mee met mijn dingen. Verder niet zo heel veel te vertellen, want er is weinig gebeurd. Dus ik ga zo eerst eventjes al die dingen naar buiten doen. Dan moet de vuilniszak naar buiten. Ik heb nog wat dingen voor het oud papier. Dus even een beetje opruimen. Dus dat is wel lekker. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dan... ja, neem ik jullie gewoon maar eventjes gezellig mee. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning. Hé, ik ben klaar. Zo, nog best even pittig. Ik heb een beetje warm gekregen. Een beetje bezweet hoofd. Maar ik heb even het raam opengezet omdat het 21 graden is. Ik dacht, het is binnen nu 23. Dan kan het mooi nog iets omlaag gaan. Als dat lukt. Dus dat zou fijn zijn. Katjes hebben net lekker gegeten. Ze hebben nu dat voer gehad in gelein. Dat aten ze eigenlijk heel goed op. Ik was er een klein beetje bang voor. Want als ik normaal Felix in gelei koop, zeg maar, van de gewone zakjes. Dit zijn dan die party packs, volgens mij. Heet dat zo? Ja, volgens mij is dit die... Sensationals, volgens mij. Ik kan wel even kijken, maar je hoort die, je hoort die wasmachine zo gaan. Nou, wacht. Het is in ieder geval dit pak. Deze. Felix Sensations. Dit was dan de sausvariant, maar ik heb dus nu die andere. En die vinden ze dus ook wel lekker in gelei, dus dat is wel fijn. Nu zag ik dat Albert Heijn het ook weer in de aanbieding heeft. Misschien dat ik het daar nog even meeneem, want dan ga ik morgen heen. Alles is weer lekker klaar, dus dat is heel fijn. Ik ga nu zo even zelf wat drinken en dan even lekker relaxen. Beetje last van mijn rug weer. De was, die draait dus nog, zoals jullie konden horen, dus die is straks ook wel klaar. Dan ga ik lekker douchen en eten. En dan vanavond weer. Goede tijden begint weer. Ja. Ik heb het niet gemist. Het wordt zo opgevuld met het spelletje wat ik zo leuk vind. Dat ik het ook totaal niet heb gemist. Als ze nog een week het spelletje hadden gedaan. Had ik het ook prima gevonden. Dus nee, ik heb het niet gemist. Maar het is wel weer leuk dat het begint. Dus ik ben ook wel weer benieuwd. Maar het was niet heel spectaculair. En daarna gewoon weer de BMW vol liefde. Nog even een spelletje doen. Blogpost schrijven. Video van morgen in elkaar zetten. Netflix serie kijken. En daarna nog zie je zijn. Ga ik lekker naar bed mijn boek lezen. En dan morgen weer een beetje wat vroeger de wekker. Want dan komt mijn coach. Dan ga ik weer boodschappen doen. Dus, maar goed, dat is allemaal voor morgen. Verder ook eigenlijk niet zo heel veel te melden. Heb ik nou een vieze bril of hangt er een haar aan? Nee, hij is vies. Die moet even schoongemaakt worden. Dat ga ik even doen. En dan zou ik bij deze gewoon in ieder geval zeggen. Tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 27 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo de deur uit om boodschappen te doen.
Ik zit nog heel even op de bank met de katjes. Maar ja, mijn coach was toch iets eerder. Dus nou ja, prima. Dus dat gaan we zo weer eventjes doen. Ik ga dus naar een ander centrum toe als waar ik normaal heen ga. Want dan ga ik mijn bril even recht laten zetten. En dan ga ik dan ook alvast wat verjaardagsboodschappen doen. Omdat mijn coach deze week voor het laatst is met fysiek boodschappen doen. En volgende week weet ik nog niet of dat mijn vader nog meekomt of dat ik moet bestellen. Dus dat hoor ik nog. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden. Ah, was op zich wel weer leuk hoor dat het er was. Maar ik zat er nog niet meteen helemaal lekker in. Maar dat zal wel weer komen. Ik had het idee dat ik wat dingen gemist had wat niet kan. Want ik heb alles gezien. Dat snapte ik niet helemaal. Maar goed. Daarna heb ik gewoon weer de BNB Vol Liefde gekeken. En heb ik een spelletje gedaan. Heb ik mijn video in elkaar gezet en klaargezet dat die vandaag online komt. Maar die is al online. En heb ik eventjes mijn blogpost geschreven. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Vanavond de laatste aflevering. En daarna weer CSI. Het was wel heel spannend. Toen ben ik naar bed gegaan nog even lezen. Toen ben ik gaan slapen. Maar ik heb dus heel erg last van mijn rug en van mijn nek. Dus dat gaat allemaal niet zo heel erg lekker. Dus ik heb niet al te best geslapen. Maar goed. Eventjes een korte update. Want ik ga nu eventjes mijn tanden poetsen en zo. En dan ga ik straks de deur uit. En dan neem ik jullie mee nog eventjes. Ja, als ik boodschappen ga doen. Dus dat is eigenlijk voor nu eventjes de planning. Dus niet heel veel bijzonders. En dan zie ik jullie sowieso weer als ik terug ben van boodschappen doen. En ik heb mijn Stitch shirt aan. Dus dat is wel leuk. Dat ga ik nu even gauw doen. Ik ben terug van de boodschap en ik zit even op een rare plek waarschijnlijk voor jullie. Maar de camera die had ik per ongeluk aan laten staan. Dus die is hartstikke leeg. Dus die zit nu aan het oplaatsen. Dus ik zal even laten zien wat ik heb gehaald. Ik heb alvast de volkwarktaart gehaald voor mijn verjaardag. Ik heb nog niet de andere dingen, want dat moet ik dus zelf nog erbij doen. Ik dacht, ja, zo lang blijft dat niet goed. 2 cup soepjes was 1+1. Daar komt Tiger weer aan. Dus ik zal even de spuit pakken. Toetjes. 2 pakken weer van deze, want die was dus 2,5 prijs. Ik dacht net dat er even wat voorraad. De brokken. Broccolietje. Frikandellen. Patatjes. En kipfilet, dus het is trouwens goedkoper als bij de Plus bij Albert Heijn. Maar het was een beetje lastig, want ze hadden bij de Albert Heijn de bonen in de aanbieding. Maar dat was, er lag al bijna niks meer en ik was vergeten dat je daar zelf een zakje mee moest nemen. Die heb ik nog even bij de bonen gehaald. Boontjes. Aardappelschijfjes, 2 keer. Cola. Chocomel. 2 keer ijsdee persik, want mijn sap was bijna op. Het is een beetje lastig. Voor donderdag lekker kipsatéetjes.
Deze was erin, deze was er weer. De schnitzel, die vind ik zo lekker. Twee spekreepjes. Een jus en de rest is dan nog een keer een dubbele ijsthee of wat dan ook. Ik ga even zitten nog en dan zal ik eventjes weer de camera aan de andere oplader leggen. Nou, inmiddels is het ook bekend geworden dat de wedstrijd van zondag is afgelast. Van Feyenoord-Ajax vanwege de politiestakingen. Dus die gaat niet door. Dat vind ik wel heel jammer. Daar baal ik wel van. Mijn vader die appt al van, hebben jullie de update gedaan van de iPhone? Want die heeft een bug waarschijnlijk met je batterij. Die trekt die leeg. Dus ik zeg, nou, ik heb toch geen plek. Dus nee, die had ik niet gedaan. Die raadde het ook aan om niet te doen. Het was verder wel heel leuk. Het was nog best wel druk. Het was ook best wel warm uiteindelijk nog. Maar nou, het is allemaal weer gelukt, dus dat is fijn. Alleen bij Albert Heijn greep ik met best wel wat dingetjes mis. Geen aardappelschijfjes. En ja, dat vind ik dan een beetje jammer. Dus dat was allemaal een beetje vervelend. En toen kreeg ik eigenlijk controle, want ik had gewoon zo'n handscanner. Nou prima, ze stond te wachten tot degene die zou komen om te controleren. Maar er kwam maar niemand. Toen in één keer kon ik betalen. Dus blijkbaar duurde het dan te lang en dan hoeven ze weer niet te controleren. Ik heb geen idee hoe dat werkt, maar er kwam niemand. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik lekker douchen en lekker eten maken. Vanavond kijk ik gewoon in goede tijden en de BNB verliefd. Ik zal even zo appen in de groepsapp. Over, je hebt ook weer vanavond 4 handen op 1 buik. Dat moet ik nog even opnemen. Maar mijn moeder denk ik ook misschien dat na het wel wil kijken. Ik ga nog even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog afmaken. En mijn foto's bewerken voor mijn blogpost. Dan ga ik lekker de laatste aflevering voor mijn Netflix-serie kijken. Nog even zie zijn. Dan ga ik lekker naar bed. En dan ga ik even lezen. Dan ga ik slapen. Mijn bril is ook weer recht. Dus dat is ook heel fijn. Die was wel heel scheef. Ik heb nieuwe neusvleugels. Dus dat is allemaal weer heel fijn. Ik ga bij deze dan ook de vlog afsluiten. Want hij is denk ik best wel lang geworden. Maar dat kwam natuurlijk ook om door de beelden die ik heb gemaakt vrijdag. Maar dat was ook wel leuk om jullie daar even in mee te nemen. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door het rondje op mijn gezicht. En druk op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt krijg je een melding zodra een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!